astronauten hebben allemaal een bepaalde achtergrond. En je kan niet zomaar even naar een astronautenschool gaan. Dat betekent dat ze allemaal een opleiding hebben in de techniek. Dat zijn dus ingenieurs. Die gaat in het filmpje vertellen wat er allemaal gebeurt bij bestraling. Die wordt de stralingsrichting bepaald. Wij bevinden ons nu in de bestralingsruimte. Allereerst gaan wij de patiënt goed positioneren en krijgt de patiënt het masker om. We gaan nu de tafel. Precies, dat is helemaal goed. Voor jou een knijpkartje en een applaus voor de hele zaal. Goed gedaan. Ja. Op beetje af, niet waar. Je mag nu kiezen, steek je op of steek je af. Op een gegeven moment zeg ik niet meer aan een beetje schoon, dus steek je af. Geef eens op, zitten. We gaan naar voren. En dan is het best belangrijk wat voor keuze je maakt. En in het bedrijfsleven is er heel veel vraag naar mensen met een technische opleiding.